Adrie Hendricks, de baan ligt er prachtig bij, maar toch gaan jullie niet open. Nee, helaas, omdat we dus met het protocol zitten die heel laat wordt aangepast. Daardoor kunnen we niet open. Het ijs ligt prachtig erbij. Ik heb 8 centimeter ijs in mijn ijsbaan. We hebben de baan eergisteren geveegd om het nog maar harder te laten vriezen. En nu is het helaas door allerlei regeltjes kunnen we niet open. Hoe voelt dat? De voorzitter durft het niet aan. Hoe voelt dat? Zeer frustrerend. Ik ben niet een man van de pennenlikkerij. Ik ben een man van het doen. En als je normaal gesproken de ijsbaan open moet doen zonder corona, dan heb je al 2-3 dagen hard nodig om het voor elkaar te krijgen en alles in orde te hebben. En nu met die corona, nou, dan heb je er eigenlijk 6 of 8 nodig. En zeker als ze die regeltjes steeds aan lopen te passen.